Hallo, hallo mensen, welkom bij een oud-Holland spelletje Rummy, oftewel Rummy Cup. Het is een heel leuk spel wat wij hebben gespeeld. Je kan je registreren op de website, link onder in de beschrijving, en we gaan je meer uitleggen na het intro. Okay, people, let's go to work. En we zijn hier met gastvrouw Roy en Erik Mann. Gastheerman. Erikman. Hallo, Erikman. Erikman. En de Game Duel, daar is de website van waar je allemaal spellen kan spelen. Ik zal even uitleggen, als je registreert en je activeert een e-mail, dan krijg je dus 15 euro gratis. Maar je hoeft niet te betalen voor deze game, dus schrik niet. Je krijgt gewoon 15 euro cadeau. En die kan je gewoon opmaken in de spelletjes. Maar als je dat op is, dan zou je eventueel nog voor geld kunnen spelen. Dat doe ik natuurlijk niet. Wie doet dat nou wel? Misschien echte Rummy Cup diehard fans. Die echt dit als een hobby zien misschien. Of echt als een soort van bijzaken van werk doen. Om het zo te noemen. Maar wij doen het gewoon voor de lol. Dus Roby, start een tafel. Yeah. En wij gaan in de tafel. En dan gaan we een potje spelen. Oké, dat je op tijd joint, want ik maak hem nu. Ja, ja, spelen! Ja. Oh, ja. Yes, yes, yeah. Yes. Start in een paar seconden. Oh, jeetje. Zo, damn. Headset, headphone users died. Huh? Oh, dit is mijn kaart. Rummy Cup. Oh, dit is mijn Rummy. Dat is mijn dan? Kaart, is dat. Oh, is dit zo? Mijn kaart, dat niet zonder wasbordje. Nou, je moet dus 3 cijfers doen, dacht ik. Ik kan niet uit, dus ik moet een kaart pakken. Ben ik aan de beurt? Ik weet niet. Ik weet het de niet. De tijd tikt. Waarom staat er bij mij een molletje? Ja, omdat jij dan ben aan de beurt bent, denk ik. Waarom moet ik ja. Ik denk dat jij de cijfers bent. Ik ken toch Rummy Cup, Robbie? Waarom zie ik kaarten dan? Ja, dat zijn toch steentjes, moet ik voorstellen. Maakt niet uit. Jij bent Robbie, kom. De? Oh, dat typ jij. Pak dan een kaart als je niet kan. Op die stapel. Oké, ik weet niet wat ik heb gedaan, maar... Ja, snel, Robbie. Je tijd is bijna op. Oh! Roy is left again. Wie heeft de tijd te vaak overschreden? Het spel is nu beëindigd. Ja, opnieuw maar. Ja, opnieuw dan. Oké. Hoe kun je dat uitzetten dan? Ik weet het niet. Ik heb gevonden. Oh. Je hebt 2,25 euro winst gehaald. Ja, ik ben bezig. Kan je ook slepen in de kaarten? Ja, dat zou moeten kunnen. Bij de normale Rummy Cup. Maar ik vind het raar dat ze met kaarten doen, want meestal zijn steentjes. Ouderwetse Rummy Cup zijn steentjes. Oh, 5. Ja? Ja? Moet dat 3 opleggen? Nee. Oh, nee. Ja. Je mag maar 1 van dezelfde kleur. Nee. Oké, ik weet het. Ik denk ook wel het spel dat ze hebben. Oh, je legt nice, it's game over! Dat kan toch niet? Je moet die klok indrukken, Roby. Nee, echt? Ja. Nee. Ik weet niet hoe. Ja, ik weet niet hoe. Dat kan niet, dat kan dan niet. Erik, als jij de game nou eens verlaat. Nee. Jawel, want dan krijg ik al die punten. Je hebt net al die punten, meneer. Moet je eens daar over de 100 euro's te gamen met ons. Ik niet. Hurry up, party. Heb ik nou het geld? Nee, weer Erik! Nee, hoe kan het nou? Je weer het geld. Ik zit hier in de lobby. Roby, ik zat in de lobby. Je weer. Kijk dan. Ja, ik zat hier. 95% veel speelsterkte. Ik zit in de lobby. Dan weet je niet hoe ze verder moet. Nice. Shit, die heeft heel veel punten nou. 1, 2, 3, 4. Hoedje van Poesie. Ik heb nog maar 2 kaarten. Ja. Roy, pak me een kaart, je kan niet verder. Nee, jij bent, Vincent. Ik? Jij bent. Jij bent. Ik wil net zeggen, wat toch af. En nu? Oh jee, ga je ook nog uitleggen? Erik, ga je ook wel uitleggen? Maar moeten wij wel uitleggen ook op 30? Moet je wel 40? Niet, kan ik er 5 ergens vanaf pakken dan? Waarom kan ik van de andere kaart niks pakken dan? Dat weet ik niet. Zo, nu weten we meteen wat Vincent nog heeft. Ja, weet ik. Hoeveel jokers heb je al? Ja, echt weer. Okay. Ik heb nog geen enkele. Nou, ik ben blij bij. Ik snap het niet. Raar spel. Dit is niet de originele. Zeker niet. Er klopt toch geen reet van? Als je nou gewoon wat? Hey! Daar vies je met het spel! Ja! Nee!
42! U staat op plaats 1. 20. Ik heb 2,25 euro. Yes! Fuck. Nu om echt geld spelen, nou echt niet. Nee. Nou mensen, ik hoop dat jullie het een leuke spel vonden. Het is heel apart. Het is heel apart, inderdaad. Maar je kan nog andere spelletjes spelen hier op de site. Dus zeker nog de moeite waard om even te kijken. Zeker een linkje in de beschrijving. Bedankt voor het meespelen, Roy Verliezer en Erik Verliezer. En tot de volgende video. Doei doei. Hoe voelt dat nou? Oh, die dolk onder mijn rib. Oh.